Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij onze allereerste vlog. Ik ben Eleni en jij bent? Sophia. Goed zo. En wij gaan jullie vanaf vandaag meenemen in ons dagelijkse leven. Ik ben heel erg benieuwd of het leuk is, of jullie het leuk vinden. En vandaag hebben we een dagje, ondanks dat het wat slechter weer is, gaan we wel naar buiten vandaag. Ik moet sowieso eventjes een prikje halen. Daar vertel ik jullie later wat meer over. En even lekker buiten spelen met de kleine meid. En verder moeten wij ons nog eventjes klaarmaken. Ik moet nog even mijn gezicht wassen, even mijn tanden poetsen. En Sophia ook, we hebben net ontbeten. Dus welkom! Oh, nou, ik ben helemaal ready. Ik kan niet zien, maar ik heb een rok aan. En dan
kan daarover lekker een truitje, horloge, oorbelletjes. Zijn gezichtje en tandjes zijn lekker schoon. Ik zat alleen even nog te twijfelen wat ik met mijn haar ga doen. Of dat ik dat los hou. Of dat ik het in een staartje doe of een knot. Ik weet ook niet echt wat het weer doet. Het ziet er nou niet echt vriendelijk uit. Maar het waait ook niet. Dus in principe zou het wel kunnen los. Even kijken waar ik zin in heb. Misschien alleen nog even een mascaraatje zo. En dan zijn we klaar voor de dag. Alleen nog even Sofia klaarmaken. Nou, ik had jullie natuurlijk ook verteld vanochtend dat ik vandaag een prikje moet halen. Een vaccinatie. En dat is voor de kinkhoestprik. Want ik ben momenteel zwanger van mijn tweede kindje. En ik ben nu 25 weken en 3 dagen zo uit mijn hoofd. Dus ja, soms dan moet je ook minder leuke dingen doen zoals een prikje halen. Kijk, het hoeft niet, maar ik heb zoiets van ik doe het liever wel. Ja, stel het wordt vroeg geboren of wat dan ook, dan is het in ieder geval beschermd tegen een hele erge hoest. Dus dan is dat alleen maar fijn. Even via de andere kant. Mijn buikie. Het is een jongetje. We hebben natuurlijk al een meisje. Dus dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit komt te zien. Hoe de bevalling gaat zijn deze keer. En ik ben heel erg benieuwd. Dus we gaan het meemaken. En ik neem jullie daar ook gewoon lekker in mee. Dus ik ben heel benieuwd. Nu mijn tandjes gepoetst zijn, doe ik ook altijd even een... lippenbalsem op met SPF 15, want de zon schijnt altijd, jongens. Dus doe vooral altijd zonnebrand op. Ik heb bijvoorbeeld in mijn dagcreme zitten, daar zit SPF 30 in. En beschermt ook gelijk tegen blauw licht, dus dat is natuurlijk alleen maar fijn. Bijvoorbeeld licht van de telefoon of van mijn laptop. Dus dat houdt mijn huid lekker wat jonger. Ik ga nu even lekker mijn collageen klaarmaken. Want ik drink ook elke dag collageen. Kijken. Meestal heb je dat collageen echt niet lekker is, maar deze is echt heerlijk. Met één hand openmaken gaat niet zo lekker. Zo, even lekker roeren. Wat zei je? Zijn stickers op? Ja. En nu? Uh-oh. Moeten we nieuwe kopen? Heb jij centjes? Ja. Echt? En hoeveel centjes heb jij dan? 2 centjes? 4 centjes? 6, 7, 8, 9, 10. Ik ben rijker dan mama. 19. 19 centjes? Oh ja, tuurlijk. Ga maar mama de tas kijken. Zit daar wat in? Nee, ja. Mama blut. Je zit nu in de nieuwe tas. Oh, in de andere tas? Ja. Die ook niet, mama. Niet? Nee. Maar we hebben ook geen centjes, liefie. Nee. Kijk, geef maar hier. Ja. Geef maar. Daar zitten ook geen centjes in, hoor. Oh, jij weet niet wat de munten is. Moeten we even kijken. Geef maar. Ik wil de munten kijken. Kom maar. Gaan we even kijken of hier muntjes in zitten. Ja. Nee. Helemaal leeg. En hier? Zie je ook niet. Ik zei het toch? Mama blut. Mama geen geld. Nee. Nee. Oh, geef even aan mij. Wat moet ik geven? Ja. Oh, jij. Oh, lip. Kom maar.
kom hier. We gaan het wel samen doen. Ik zelf? Ja, je mag het zelf doen, maar wel bij mama. Kom. Ik help jou. Ja, ik doe de dop open. Kom maar. Oh, dat pak jij ook. Ik. Heel goed, hier. Wauw, wat kan jij dat goed. Zo is genoeg. Kijk. Heel mooi. Doe zo. Kusje? Oh. Oké. Okay. Waarom niet? Wij hebben afgelopen... Wanneer was dat? Oh, afgelopen zaterdag hebben wij echofoto's laten maken van de kleine 3D-echo's. Dus die heb ik hier zo. Dus dan ga ik even in zijn fotoboekje plakken. Want ik denk dat dat natuurlijk wel heel erg leuk is. Aangezien we dat ook allemaal hebben van vroeger. Op de wat kleinere generatie na. Even kijken. Heel wat echo's. Je mag ook meekijken. Maar alleen kijken. Kijk, want hier zo gaan we de foto's van je broertje plakken. Nee, nee, nee. Jij mag alleen kijken. Heb je me gehoord? Kijk, wie is dit? Ze mag niet helpen, dus dat vindt ze niet leuk. Wie is dat, liefie? Ik kan je aflikken. Nee, dat hoef je niet af te likken. Dit zijn geen koopzegels. Ja, jammer hè. Ja. Ik wil even kijken kleuren. Dan doe jij maar lekker kleuren. Zo, wij zijn lekker onderweg naar de bus. En dan gaan we naar Middelharnis. Ga ik even lekker mijn prikkie halen. En dan gaan we daarna met papa mee terug naar huis. Dan gaan we ook even een boodschapje doen. Gaan we lekker koken, hè? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Vind je de bus ook leuk? Ja. Leuk. Nou, dan gaan we nu lekker even lopen, toch? Dit is wauw. Ga je doen? Wat ga je doen? Even wachten. Oké. En dan? Ja, hij is klaar. Oké. Hij is klaar. Oh. Dank je wel. Super lekker. Wij zijn lekker voor een prikje geweest. Tenminste, ik ben voor de prik geweest. Ik vind dat altijd zo'n ontzettend akelig gevoel. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar goed, het is gebeurd. Kom, laat maar zien hoe je van de glijbaan afgaat. Nee. Dat kan je zo goed. Nee. Kom maar. Woehoe. Ik zei het toch. Zo boeiend is de glijbaan niet. Oei. Nou hè, ga maar. Lukt dat? Ja. Wat goed van jou. Ga maar. Blijf maar. Ja. Zeg maar doedoeg. Zeg maar bedankt voor het kijken. Doedoe, bedankt voor het kijken. Nou, we willen jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En vergeet niet te abonneren en te liken. En laat vooral even weten in de comments wat je ervan vond. En tot morgen. Doedoeg.